lieve mensen, wil jij weten hoe je zuurkool moet maken? Kijk dan naar dit filmpje. Ik ben Elm van de Top, ik ben een doe-het-zelver en ik hou van de natuur. En inspireer jou naar een leven dicht bij de natuur. Ik groet dagelijks mijn kippen en mijn konijnen. Ik pluk in het wild en ik oogst uit de groentetuin. En wat ik daar dan weer van maak, dat deel ik dan weer met jou, zodat jij ook een leven dichter bij de natuur kan leven. Oké, wat hebben we hier? Witte kool, 10 kilo witte kool. Gekocht, gesneden ook al. Dan, en wat uien. Dan uit de tuin, pastinaak en wat kool. Dan heb ik hier wat zout, dan wat komijn. Dan heb ik hier een pan, omdat ik een mix ga maken, zeg maar, en het ga aanstampen met het zout, zodat het eerst de vocht eruit komt. Dan heb ik hier twee vaten, eentje dus voor de mix. Mix van kool, pastinaak, ui, zout. En eentje voor de mix met alleen kool. Alleen kool en zout en komijn. Dus we gaan aan de slag. Alle ingrediënten zijn gesneden. De pastinaak, de ui, wat kool van mezelf. En nu heb ik het in deze laagje voor laagje heb ik het in deze pan gedaan. En dan deed ik een handje, zeg maar, van het gesneden en een handje van de witte kool. En dan een klein lepeltje zout erop. Voor deze pot heb ik 100 gram zout heb ik, afgemeten. En dan heb ik het aangestampt met deze stamper. Dus even een laagje witte kool, een laagje groenten, een beetje zout. En dan stamp ik het elke keer aan. En je stampt het aan om, zeg maar, verder te kneuzen de kool. En dan ook mede door het zout. En dan op een gegeven moment komt er vocht uit. Nou, dat is goed. En dat ziet er nu, oké, ik zal het even laten zien, zo uit. Kun je het zien? Oké. En nu ga ik de pot vullen. Handje voor handje. En dan stamp ik het ook weer aan. Met mijn handen of met de stamper. Want het moet eigenlijk helemaal aangestampt worden en dan het vocht wat eruit komt. Moet een laagje van het, als het helemaal afgevuld is, een laagje van het vocht moet er moet er aan de bovenkant komen, zodat het eigenlijk wordt afgesloten door die vloeistof. Want ik vind het belangrijk dat ik geen schimmel krijg erin. Dat is eigenlijk het. En dan gaat er een gewichtje op. En dan gaat het fermenteren. En dan krijg je luchtvorming. Maar door deze pot, zeg maar, gaat het lucht eruit. En dan die deksel komt er zo op. Gaat het lucht gaat eruit. Want er kan geen bacteriën, schimmels kan erin. En hier doe ik water in. Er zit een waterslot. Zo heet dat, een waterslot. Nog wel. Ik ga het nog een beetje aanstampen. Bijna vol heb, dan kom ik weer terug om het resultaat dan te laten zien. Tot zo. De pot is gevuld. De pot is gevuld. Ik ga hem kantelen. Ik weet niet of het allemaal goed gaat. Nu leg ik er allemaal koolbladen op. Mooi laagje. Een beetje passen en meten. Puzzeltje. Zo. Kijk, dan moet het vocht gaat er anders. Komt er overheen. En dan sluit ik het af met deze gewichten. Die gaan er nou op. Oh, dat past heel mooi. Kijk, dus dan zie je de drie gewichtjes. En je ziet vocht. Nou, maar dan is het helemaal goed. Kijk, dat is heel mooi. Druk het nog een beetje aan. Ik heb wel vocht aan de bovenkant. En dan gaat hier wat water in. En dan gaat deze er overheen. En dan zet ik hem op een warme plek weg. Dan gaan we het fermenteren beginnen. Dus dit is de eerste.
Nu ga ik verder met deze te vullen. Precies hetzelfde. Alleen met witte kool en komijn en zout. Nou, kom ik zo weer terug met de volgende pot. Daar zijn we weer. Deze is alleen witte kool. Dus deze zak met 10 kilo witte kool. Een deel van dat zit in deze pot. Dus die is eerst hierin gegaan met zout en met komijn is dat gemengd. En daarna aangestampt met mijn super stappertje. Ik heb aangestampt tot er een beetje vocht tevoorschijn kwam. En vervolgens is dat hierin gegaan, weer aanstampen. Nu gaan we een paar blaadjes opleggen. Want ik wil dat het witte kool mooi onder het vocht blijft en onder de bladeren blijft. Want als het gaat drijven, dan heb je kans op schimmel. Zo. Er komt al vocht, omdat het zo aangestampt is. En dat vocht wat eruit komt, dat komt er nu bovenop drijven. En dan gaan deze gaan er. Ik had ze een beetje geprobeerd. Zo. Die gaan erop. Past precies. Het is een fantastisch systeem, deze dingen. Zo. En aan de ene kant. En aan de andere kant. En dan moet ik alles flink aandrukken. Zodat het vocht, zeg maar, een laag vocht aan de bovenkant komt. Zo, hartstikke mooi, mooi in het midden. Hartstikke... Dan doe ik hier water in. En dan komt deze erop, dus waterslot. Kijk morgen, kijk ik even of het allemaal goed gaat, of er genoeg vocht in zit. Ik kijk over een week weer. En over een week ga ik ook even een beetje proeven al. Want dan is het al een beetje zuurder geworden. En dan kan het misschien nog wel een maand duren en dan is het echt goed. Dan heb je lekkere zuurkool. Dit was hem, zuurkool maken. Ik laat het resultaat ook nog wel zien. Hallo lieve mensen, daar ben ik weer. 2,5 week later. Ik heb de pot opengemaakt, een van de twee potten. De koolbladen eruit gehaald, de gewichten eruit gehaald. Andersom, eerst de gewichten eruit gehaald, toen de koolbladen natuurlijk. Want ik wilde de twee potten uithalen, die ik nu al wil gaan gebruiken. En ik gebruik ze gewoon om zelf op te eten, gewoon uit de pot. Ik gebruik het voor op brood, zeg maar, onder vlees eronder en dan wat zuurkool en dan mayonaise. Ik gebruik het voor zuurkool overschotels of zuurkool stampotten. Allemaal lekker. Allemaal gezond. Heerlijk. En dat was ik nog vergeten te zeggen de vorige keer. Deze. Ik heb een potje erbij staan, zeg maar, waar ik altijd dan het even kan proeven. Dus dan hoef ik niet gewichten, kool, alles eruit te halen. En dan heb ik een pot, zeg maar, erbij staan en daar proef ik het dan van. En wat ik nu proefde, na 2,5 week, is dat de kool echt wel wat zachter al is geworden. Maar de eerste week niet. Toen was het echt nog wat knapperiger van kool. Maar nu is het echt wat zachter geworden. En daarom dacht ik, oké, tijd om twee potten eruit te halen. En ze gaan te gaan opeten. Ik ga het nu weer netjes terugstoppen alles. Koolbladeren, gewichten. Netjes alles schoonmaken met een schone doek. Even belangrijk. Gaat er weer water in. Gaat de deksel erin op. En dan kijk ik over een week weer in mijn, proef ik weer mijn proefpotje. En ik denk over, het kan nog wel wat langer, mag voor mij wel. Maar misschien ik over 2 weken weer een paar potten eruit haal. En dan als ik de kool oké vind, gaat de hele pot de kelder in. Zodat het proces stopt bij een lagere temperatuur, stopt het fermentatieproces. Dus dan zet ik het in de kelder en dan zo nu en dan haal ik wat potten eruit. Je kunt het natuurlijk ook uit de grote pot halen en al in kleine potten doen. Dan moeten de potten wel schoon zijn. En die potten dan in de kelder zetten. Hou het wel in de gaten. Want het fermentatieproces kan nog iets doorgaan. Omdat je wel soms even kijkt of er niet te veel druk op de potten komt. Dat je het dan even ontlucht. Dat is belangrijk. En ik kijk, als ik hem dan in de kelder zet, dan kijk ik ook nog wel eens, natuurlijk, nu zo nu en dan, of het allemaal nog schoon is en of er geen witte waas op komt. En als er een witte waas op komt, dan haal ik dat er vanaf. Dat is dan toch een beetje schimmelvorming. Dan haal ik dat er vanaf. En als het erg wordt, dan gaat het bij mij in potten. En aan het eind, over een paar maanden, dan kan het ook wezen dat ik het dan toch in potten doe en steriliseer. Dus even weg. Dat kan de potten weg. Dat is dan wel, dat heb ik liever niet. Want door het wekken dood je de gezonde dingen.
van de zuurkool. En daarvoor vind ik zuurkool dus ook heel erg leuk of heel erg goed, want het is heel gezond. Dus ik probeer dat probeer ik zo lang mogelijk uit te stellen. Nou, ik geloof dat ik alles al heb gezegd over zuurkool. Een aanrader, zal ik zeggen. Laat me weten wat je ervan vindt in de comments. Laat me weten of je wel eens zuurkool hebt gemaakt, of je het wil maken, of je zuurkool lekker vindt. Dat vind ik ook. Daar zijn de meningen ook zeer verdeeld over. Lieve mensen, heb een hele fijne dag. En remember, go nature.